Ja, hier is Fishy weer en welkom weer bij een hele nieuwe commentary. Jawel. Allereerst wat over de gameplay op de achtergrond, want dat willen mensen ook natuurlijk weten. Hè? Dat hoort bij een camera commentary, dan hoor je dat gewoon even uit te leggen. Nou, jullie zien op de achtergrond natuurlijk Call of Duty Infinite Warfare, best game ever. Dat is niet iedereen mee eens, ik ook niet trouwens. Maar in ieder geval, ik doe het voor de gein natuurlijk. Maar in ieder geval, jullie zien op de map... Precinct en ik speel hier met de Errat, de Destiny variant. En ik haal hier in een potje Domination, bijna 40 kills in ieder geval. Leuk potje samen met Ivo. Lekker aan het gamen, lekker voor de challenge aan het gaan. Lekker voor dat je 50 keer moet winnen op Domination, geloof ik. Want ja, ik speel eigenlijk altijd TDM. Geniet gewoon lekker van de gameplay als je dat leuk vindt. En anders, weet ik veel. Dan ga je ondertussen stofzuigen. Ja toch? Of je doet je oordopjes in en je gaat dan niet maar luisteren naar mijn verhaal. Wat ik ga vertellen. Vandaag. Want ik ga namelijk heel erg egoïstisch zijn. En klinkt misschien een beetje stom om zo te zeggen, maar het is wel zo eigenlijk. Want je ziet natuurlijk in de titel, hoe gaat het met mij? En waarom ik eigenlijk deze video doe? Nou, ten eerste had ik niet echt een onderwerp. En toen dacht ik bij mezelf, weet je, ik moet wat vertellen over mij. Over mijzelf. Want er zijn heel veel mensen die vragen mij, Chris, hoe gaat het nou met je? Nou ja, heel veel mensen. Enkele tientallen, zou ik het zo zeggen. Maar in ieder geval, er wordt om gevraagd. Niet een hele kanaal, niet 25.000 mensen. Hadden maar 25.000 mensen die kijken. Maar gewoon veel mensen vroegen mij van... Chris, hoe gaat het nou eigenlijk met je? En toen dacht ik mezelf, ja, weet je, dat gaat er eigenlijk helemaal geen reden aan. Weet je? Dat gaat er helemaal geen reden aan. Maar het is eigenlijk oneerlijk. Want ja, als er iets negatief is, dan ga ik het meteen uploaden. Dan ga ik erover vertellen. Gaat het me niet goed en bla bla. En de klik, ik doe nou overdreven natuurlijk, maar het is wel zo. En dat zie je eigenlijk op elk kanaal. En waarom mag ik ook niet eens een keertje een commentary maken dat ik zeg van... Hey, boom, het gaat allemaal beter. Weet je, alles gaat beter. Want het is namelijk zo. En ik zat er over nadenken over mijn hele YouTube-carrière. Die is dan nu 5 jaar, om precies te zijn. Eergisteren tenminste bestond mijn kanaal 5 jaar. Tenminste, hij bestaat nog steeds 5 jaar, maar nu 5 jaar, 2 dagen. In ieder geval, ik dacht mezelf, weet je, eigenlijk heb ik de afgelopen 4 jaar, heb ik gewoon allemaal, eigenlijk 3 jaar daarvan, zou ik zo zeggen, heb ik allemaal gewoon, is gewoon kut geweest, weet je, persoonlijk gezien, hè, zou ik zo zeggen, want YouTube tel ik niet mee, want ik vind YouTube, en dan ben ik serieus uit de grond van mijn hart, geweldig om te doen, en ik vind het heel erg leuk om te doen, ik vind alleen wel dat ik ook wel verdien om wat groter te zijn, dat ik gewoon bepaalde content maak die... Ik vind dat het bekeken moet worden, maar dat is een heel ander verhaal. Maar in ieder geval, qua YouTube vind ik het echt fantastisch om te doen. En heb ik geen moment spijt van gehad om dit ook te gaan doen. En ik zal er alles ook aan doen om YouTube te blijven doen. En ik zal er ook altijd voor vechten. Maar ja, gisteren natuurlijk wel heel veel gebeurd, weet je. Ik ben in de gevangenis geweest. Ik ben mijn vrouw kwijtgeraakt. Er zijn nog meer dingen gebeurd natuurlijk, hè, die we allemaal weten, wat niet had mogen gebeuren, zo simpel is het. En waar ik nogmaals heel veel spijt van heb natuurlijk, maar ja, eigenlijk moet ik wel eerlijk zeggen, dat ik sinds dat ik mijn huisje heb, zo'n 1,5 jaar geleden, dat alles voor mijn gevoel, weet je, met stappen vooruit is gegaan. En ik ben daar heel erg blij om, want ik zit ook echt beter in mijn vel. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb mijn tijden echt niet goed in mijn vel. Heb ik niet goed in mijn vel gezeten. Ik heb me best wel heel erg eenzaam gevoeld. En ik wil niet zeggen dat ik altijd helemaal nog niet eenzaam voel. Want ik heb wel momenten dat ik denk van, hey, weet je, het is eigenlijk wel alleen zo. Alleen, zeg maar. En dat klinkt misschien stom dat je zegt. Want je kan zeggen, je gaat naar je ouders en zo. Of je praat met je vrienden online en zo. Maar je hebt niet iemand, zeg maar, naast je. En dat is het enige wat ik dan wel een beetje af en toe mis. Hè? Gewoon gezelschap. En de andere keer denk ik bij mezelf, oh, blij dat ik alleen ben, weet je. Maar af en toe heb je dat gewoon even nodig om gewoon iemand bij je te hebben. Ik weet niet of je dat hebben als persoon zijnde trouwens. Hè? Als je nog thuis woont of je woont op jezelf of je bent getrouwd. Verloofd, weet ik wel, vriendin in ieder geval. Maakt niet uit. Maar dat heb je soms gewoon even nodig. En weet je, mijn omgang met mijn ouders... Ik kan echt eerlijk vertellen, dat is echt 100 keer beter geworden de afgelopen jaren. Want ik weet niet eigenlijk of ik dat ooit verteld heb. Maar ik heb mijn ouders 7 jaar niet gezien voordat ik eigenlijk in de gevangenis kwam. En dat mijn ouders naar mijn vader dat naar de, ja,
naar het politiebureau moest gaan om mij daar even in gesprek mee te gaan. Om mijn sleutels te fixen voor mijn huis en zo. En mijn hondje die geregeld moest worden toen de tijd. Ik had ze toen de eerste 7 jaar niet gezien. En ja, de eerste keer dat je dan hun belt, dan moet je vertellen. Hey Chris, ik zit in de gevangenis nu. Tenminste, ik zit nu in het politiebureau en ik word 180 dagen word ik opgesloten. Ja, dat is ook natuurlijk kut, weet je. En ik moet jullie zeggen, dat heeft wel allemaal best wel een heel grote impact op mij gehad. En ja, ik ben blij dat het gewoon allemaal beter is. En ja, nogmaals, vooral sinds ik lekker op mezelf woon, voel ik me gewoon een stuk beter. En dat heeft allerlei oorzaken. Dat heeft ten eerste oorzaken, ja, dat ik beter voel. Positief. Dat komt onder andere doordat ik... Ik maak er geen geheim over. Ik heb echt mega veel schulden. En daar kom ik niet uit nu op dit moment. En daar word ik voor geholpen, schuldenhulpverlening. Maar dat zit nou op het punt dat ik zeg maar in een volgend stuk traject ga. Zodat ik met echt 3 jaar dan helemaal af ben. En ja, dat is natuurlijk geweldig. Er valt toch een bepaalde last van je schouder af. Dat je weet van, die schulden zijn er. Kut, klaar. Het wordt gelukkig niet meer schulden. Dat is natuurlijk de eerste bedoeling. En over 3 jaar heb ik een schone lei. En ik heb nou niet meer de verwachtingen dat elk moment mijn spullen kunnen opgehaald worden en verkocht kunnen worden. Of whatever the fuck. In ieder geval, die druk is van mij af. En dat verlicht natuurlijk ook heel veel dingen tussen mijn ouders en mij. En ja, gewoon geestelijk ook heel veel, zeg maar. En ik moet je eerlijk zeggen, dat heeft me wel meer gedaan afgelopen jaren. Al die problemen die er zijn geweest, zeg maar, dan ik dacht. En misschien ben ik niet altijd helemaal open in geweest. En ik vind het nu nog steeds heel moeilijk om over te praten, hoor. Want het is natuurlijk een beetje een half samenhangend verhaal, dit. Maar je moet je voorstellen, gewoon, weet je, dat je gewoon schaamt eigenlijk voor de puinbak die je gemaakt hebt als persoon zijnde. En weet je, dat heb ik nou niet meer zo. Ik deal ermee, weet je. Het is zo. Ik hoor ook van mensen van, ja, dat moet je oplossen en zo. Nou, dat kan niet. Gewoon klaar. Ik kan wel hoog en laag springen wat ik wil. Ik kan wel alles doen. Nou, of ik moet een lotto winnen, maar dan kan ik het oplossen. Maar ik kan dat niet oplossen, weet je. En dat wordt nu voor me gedaan. En ik heb dat uit handen gegeven. En ik heb gezegd van, weet je, dit is het, please help me. Klaar, help me. Dat heb ik gevraagd. Eigenlijk voor het eerst in mijn leven. Want ik heb altijd eigenlijk een beetje afgelopen jaren problemen gehad. Ook financieel gezien. En ik ben eigenlijk nooit geholpen, weet je. Ik heb eigenlijk maar een tyfuszooi van gemaakt en gewoon er niks aan gedaan. En ja, dat wordt nu eindelijk wel gedaan. En ja, nu moet ik nog naar de rechter dan om echt mijn schulden, zeg maar, te delen met mijn ex-vrouw. Het zijn toch allemaal dingen die mee gaan spelen, weet je. Dat je het gewoon beter voelt. Nou, en daarnaast, ja, ik vermaak me prima lekker op YouTube, weet je. Dit is gewoon wat ik doe op dit moment. En ik doe gewoon mijn best ervoor. En ik ga mijn uiterste best doen de komende maanden om mijn kanaal gewoon nog beter te maken. Meer structuur erin te hebben en niet elke video zal voor jou leuk zijn, weet je. Maar het zou tof zijn als jullie zeggen van, we geven je een kans, weet je. Chris, we geven jou een kans. Die content, misschien zien we nou wel voor het eerst. Die content van jou, weet je, ik ga dat even bekijken. Ik ga jou tips sturen. Dat mag allemaal, weet je. Graag zelfs. Misschien als je nog ideeën hebt, misschien wil je helpen met thumbnails of design of zo. Weet ik wel, ik zeg maar wat. In ieder geval, mijn YouTube is voor mij alles op dit moment. En het rest eromheen, die is nu vrijwel weg. En die gaat nog minder worden. En dat komt grotendeels natuurlijk door mezelf, dat ik het zo gedaan heb. Zoals ik nu functioneer, zeg maar. Maar het komt ook zeker weten door jullie. Gewoon, dat ik me eigenlijk heel erg goed voel. En ook de positieve berichten zie. Je ziet natuurlijk altijd wel negatieve berichten, maar ik bedoel, ik zie ook heel veel positieve berichten. En daar kijk ik nu naar. En vroeger keek ik altijd naar de negatieve berichten. Dat neem ik dan mee. Ja, nou misschien een beetje
vaag video dit, maar dit is mijn gevoel op dit moment. Dus eigenlijk, ja, om heel kort te zijn, ik voel me echt 10 keer beter dan vroeger. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet een like te geven, laat het zelf achter. Bij de comments hoe jij je eigen voelt. Tot de volgende keer. Bye bye later.